Oh, hey! Hey, Shinshin! Problemen maken de hout die van. Hey, Shinshin! Oké, mooi. Lady is a tramp. Hallo mensen van. Oh fuck. Notitie van mezelf. Hallo mensen van de Star of the Games. Mijn naam is G-Typo en we gaan vandaag weer verder met Tokyo Jungle. Ik ben een tijd. Hoe kan ik het netjes zeggen? Afwezig geweest. In verband met mijn nieuwe microfoon opzetten. Dit hebben wij al gedaan. Dus we mogen weer gaan survivalen. In een nieuw spel. Multiplayer nog steeds niet, omdat ja, iedereen is magisch verdwenen. Dus wij gaan nu als. We gaan wel weer als de Beagle. Hè? Ja, Beagle hebben we al gehad. Maar dat moet dan toch gewoon nog een keer kunnen, toch? Hoop ik eigenlijk best wel. Anders hebben wij een pit groot probleem. Ja, we kunnen dit gewoon doen. Mooi. Dus dan kunnen wij ook eventjes. Oh, hey, Kraai, je bent dood. Mooi. Des te meer voor mij. Jihihi. De keys zijn een keer is anders. Nou, alle delen waar ik over zat te zeuren dat de keys hetzelfde zijn. Hebben ze naar me geluisterd? Komt denk ik omdat ik mijn astro's gebruik. En dan zitten ze van, oh shit. Gijs is zo serieus met deze game. Dat wij gewoon de keys gaan verstoppen in een andere gebergte. Oh nee, wacht eens even. Oh, dat valt nog mee. Ik dacht echt dat we een heel pleuris eind moesten gaan lopen, maar. Wat is dit? Oh, dat zijn. Wat? Konijn. Waarom? Sinds wanneer kunnen konijnen vliegen, jongens? What did I miss in this game? En de Beagle Leader is. Nee, hoe heet het? Nu kunnen we wel weer die andere hond gaan aanvallen. Die in het vorige deel. Ja, wat een of andere. Even kijken, waar ben ik? Oh. Nog steeds in Shibuya station. Wat is dat? Oh, dat is een wolf. En wolf gaat eraan. Oh, hey, wat lol. Ja, drie keer. Goed. Yes. Eens kijken. Ik zit gewoon door te eten. Puur om mezelf zo lang mogelijk in leven te houden. Aangezien ik zo'n idee heb dat dit nog een heel lang stuk lopen gaat worden. Kan ik me net zo goed beginnen met eten als een malle. Want je kan me nooit genoeg hebben gegeten, denk ik. Nou, de quote klinkt zo keileuk. Als ik zeg van, ja, je kan nooit genoeg hebben gegeten. Wat? Waarom? Wat? Deze wil ik ook wel hebben. Thank you. Eens kijken. Wolf. Oh, mooi. Heppa. Huppatee. Unkertnukert knekkenbrood. Oh, we zijn weer een hoger level. Cool. En eens kijken. Wat hebben wij hier nog? Nog een terrein. We hebben bijna een terrein. Dus dan kunnen we wel. Ja, ik ga het gewoon doen. We gaan eerst even inimini barries maken. Oh nee, inimini broodrooster. Want dat hadden jullie nog. Shit man, goede herinnering aan deze serie. Hebben we ook al best lang gedaan, deze serie. We zijn nu bij aflevering zoveel. Dat ik de tel kwijt ben geraakt. Omdat ik meestal zo random Tokyo Jungle opneem. De ene keer kan ik dit echt keilang achter elkaar doen. De andere keer zit ik meer van meh. Maar ja, we hebben nu dit terrein. We hebben nu Shibuya station. Dus we gaan even op zoek naar een Banga. Hey Banga. Heb jij vlooien? Ja, dat heb jij. Vu. Of niet, of wel. Even kijken, ik hoop het niet. Ik denk het wel, maar. Het lijkt er wel op. Maar ik weet het niet zeker. Dus het is een mysterie. Eens kijken, wat hebben wij hierboven? Ja, als dit ook zo'n mysterie is, dan neem ik deze gewoon. Oh nee, hey. Oh shit, gewoon een vrouwtje. Gelijk de goeie. Dus dat is wel een stinkert. Je hebt honger, I know. En daarom ga ik kleine hondjes maken, want dan heb ik geen honger. Wat? Nou lijkt het, nou klinkt het. Waarom doet het, dat beest doet de 360's? Hoppa, wat? Teleporting dogs. Oh my god. En dan laat hij ons een scheet. Stinken. Oké,
Ah, giftigheid. Fuck dat. Dat is irritant. De kleine beagles gaan naar boven toe. Op. Oh, wat? We hebben al de keycard. Keycard 1. Ah, ik heb jeuk aan mijn oog. Ken je dat? Als je jeuk hebt aan je oog, dat is scheid irritant. Yes, dagboek professor. Wat? Waar de F ben ik eigenlijk weer, nu weer beland? Eens kijken. Ik ben nu hier en we moeten allemaal via deze scheiddaken. Jezus. Mijn ogen geven nog steeds jeuk. Dat is echt heel pittig vervelend. Oké, wat voor beesten hebben wij hier? Oh, mooi, geiten. Hahaha. Deze geiten zijn niet giftig. Dat is ook heel wat, want je hebt ook nog wel eens... Omdat we nu in radioactief Tsjerno-Shibui deel zijn. Ik weet niet of dat eigenlijk wel een woord is, maar daar gaat het niet om. Kan het zijn dat wij hier... Geiten, kom hier, geiten, bent van mij. Kan het zijn dat wij giftige geiten hebben? En dan gaat mijn giftigheid vertiefd omhoog. En dan gaat dat helemaal niet goed. En dan is het Tsjerno-dog binnenkort. Oké. Okay. Zieke hecht. Oké, okay, laat maar. Laat maar. Ga er maar vandoor, hecht. Dit is je gegund voor vandaag. Eerst kijken. Dit hebben wij hier. Geit. Ga er... Oh, gezellig. Sorry, foutje. Ik dacht dat je een geit was. Eens kijken. Nou moeten wij helemaal nog dit... jongens, hebben jullie er ook wel eens dat je gewoon zo'n pleuris eind moet lopen en gewoon geen zin hebt om een jakhals te vermoorden, maar het wel doet? Ik heb daar namelijk zo nu en dan wel last van, dat is echt irritant. Dan zit je van, ah, het is dan weer zo'n dag en dan, ja en dan, oh fuck jou echte. Hier, aha, je bent een slachtoffer. Nee, fuck dit, meen je dit? Ontsnap dat beest? Oké, okay, laat maar. Legioen, volg! Op onze dappere ontdekkingsreis naar deze keycard waar niemand is. Is ook saai. Heb je een keycard, is niemand er. En... Oh, we gaan ook nog de goede kant op. Gozer is fucking cool. Wie hebben wij hier? Zieke echter. Dat wordt weer lekker snacken. Om nom nom. Nou krijg ik zin in McDonald's, maar dan ga ik pas vrijdag heen. En dan zitten jullie van, wat boeit mij dat nou, dat jij naar vrijdag naar de McDonald's gaat? Helemaal niks. Maar ik dacht, ik deel het met jullie. Want dat is sociaal. Ah, snap je, inkoppertjes, sociale netwerken. Ah. Boom op Twitter, urpedurpedurp. Oké, laat maar. Nou wordt het te erg. Kunnen we dit doen? Woehoe, chimpansee. Oh. Jezus, die chimpansee zat nog pittig veel leven. Neem 3000 calorieën. Oh, hé, hey, meer aanval. Awesome. Eens kijken. Oh, hier moeten wij zo. En dan hebben wij something. Collect. Oh, de keycard. Wolf. Tadaan. Pa. Perfecte kill. En oké. Okay, oh, wacht. Dit is de maximale positie. Oké, okay, laat maar. Yamanoto. Yamanote. Of Yamanoto. Iets met Yama en Noto. En samen in één woord. Dus ik ben niet goed in Japans. Oké. Okay. Laat mij. Waar de... Oh, wacht. Ja, dit was die gare metro. Is hij wel een keer geweest? Die was toen helemaal geen... Oh, wait. Wat is dat? Oh, daar is de keycard. Sweet. Yes. Kijk. Haha. Verslag minister. Wat hebben we dit? De leeuw in kan nu worden... Wat? Sinds wanneer hebben we een leeuw in? Archief. Nee, ik zoek missies. Welke we hebben. Hebben we ook hier een digare hoed voor? Kijk. Awesome. Ik heb een dierenpet gevonden. Ik wist niet dat je die bij alles zo kan doen, maar... ik zoek challenges. Katten verzamelen zich in de Shibuya station. Oké. Okay. Maar ik weet nog steeds niet wat mijn missies nou zijn. Het staat... Oh, uit daar. Derp. We gaan naar de Shibuya Center. Vertel alle E-uitdagingen. Wissel van generatie. Staat hier nog ergens wat we moeten doen?
Nee, oh wat. Hey, wacht even. 2 uitdagingen voltooid, 1 keer van generatie. Oh. Dan moet ik een uitdaging voltooien. Neem 3000 calorieën, die hebben we gedaan. Jaag 3 keer goed. Voer nog 1 perfecte kill uit. Oké, okay, makkelijk. Dit kunnen we nog doen. Kijken en perfecte kill. Op. Dat was niet moeilijk. Nou, dan gaan we even naar de Golden Retriever in Shibu Buitenwijk vermoorden. En dan gaan we een einde maken aan deze, ja, deze aflevering. Want voordat we daar zijn, is het toch weer zo'n heel eind lopen. Zijn we misschien dood? Moeten we van generatie wisselen? Het zware leven, jullie kennen het wel. Het dagelijkse leven van een Beagle natuurlijk. Een Beagle die in best wel een irritante omgeving leeft. Laat het zo houden. Niet van alle Beagles, want ik weet... Oh, wacht. Die moeten wij niet opeten. Die is giftig geworden, jongens. Krijg je rare ratten van of een derde been erbij. Wat handig kan zijn, maar ook weer niet handig. Dan heb je 3 benen. En wacht, mijn hond heeft 4 poten, dus laat maar. This argument is invalid. Hey, hart. Je bent nu de sjaak. En ik kan je opeten. Je bent niet giftig. Geweldig. En dan kunnen wij nu weer verder gaan in het zware leven van een beagle. En ja, even denken. Voor de rest nog iets te melden? Nee, helemaal niks. Ja, dat er weer zo'n keilang stuk is om terug te lopen. Dat is alleen een nadeel. We hebben hier een shortcut. Nee, dat hebben we niet. Oh ja, hier was het glas. Dus dan moesten wij deze kant op. Dit ziet er redelijk betrouwbaar uit. Dus daar zijn we nu in een grot. What the fuck? Deze snap ik niet. Dat stuk waar we nou net in liepen. Oh, wacht. Nee. Nee. Daar is een nest. Dus. Shaggy? Scooby-Doo. Where are you? Vraag me ook af waar ik eigenlijk ben en wat ik aan het doen. Oh, die kant moet ik wel op. Giftigheid stijgt. Oké, tof. Ik ben al over de helft, dus. Nou, ik word hier niet giftig van. Oké, tof. Dat is al heel wat. En... Kunnen wij dit zo doen? Ja, dat kunnen wij. Mooi. Hé, wat is dit? Dit is een dierenmedicijn. M van middelmatig. Dus niet veel, een beetje. Zo van, als je punt zicht om dood te gaan, is zo van... Oh, ik overleef het net. We hebben 10 jaar overleefd, wat? Dat is al best lang. 1000 jaren. Oh, ga naar Shibuya Center. Oh, nee. Is niet gelukt. Verdikkie. Maar daar kwam ik ook niet voor. Oh, die kant moeten we... Je hebt honger. Oké, okay, deze beesten gaan eraan. Want ik heb honger. Ik heb trek. Even kijken, wie hebben wij hier? Oh, hey, beagles. Oh, wat? Oh, hier zijn we al geweest. Maar dan ga ik dood. Dat is ook niet goed. Iemand eten? Nee. Helemaal niks. Oh nee, kuikens, kom hier. Kuikens, kom hier. Laat me die doodgaan. Kuikens. Oh yes, ik heb eentje gevangen. Phew, ik was bijna dood. En nou, deze ook nog. Mooi, snacktijd. Ik hou van snacktijd. Even kijken, waar moesten we ook al heen voor die Beagle-leider? Zoom, Shibi, buiten. Oh fuck, dat is een heel eind lopen. Derp. Dus ik ga denk gewoon, hoe heet het? Ja, ik ga gewoon Shibi Buitenwijk. Dat moet wel lukken, daar zijn we toch al bijna. Hé, hey, weer een cadeautje. Fles water. Ik had wel anders verwacht. Ik had wat beters verwacht, toch? Cadeautjes voor stellen mezelf teleur. Ik denk als we ongeveer, hoe heet het, bij het begin zijn, dat ik dan, hoe heet het, ik moet op het woord komen. Dat ik dan even eind maak, ja, want anders zijn we te lang bezig voor één missie. Hey, nee, duif, kom hier, ja, ik moet eten, dankjewel duif, dankjewel, zeer tof. Dus, ja, ik maak hier even een einde, mensen. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze aflevering leuk vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering van Tokyo Jungle. Waar wij de Golden Retriever leider opnieuw gaan verslaan. Maar nu wel. En opslaan.
Dus ik zeg, houdoe.